Hallo iedereen, hier ben ik terug. Mijn naam is Leni en via de kaarten gaan we eens kijken wat er belangrijk is in de energie naar aanleiding van de volle maan van 12 december. Het thema is sowieso liefde en hoe we ons gedragen in relaties en in contacten ten opzichte van anderen. Dus ik heb gekozen voor de Psychic Tarot, maar de versie van het hart. Misschien stukjes die we nog mogen helen, mogen loslaten. Of hoe we verder mogen gaan, hoe we die verandering mogen omzetten in ons leven, wat we daarmee kunnen doen, wat we in beweging mogen brengen. Ik begin met het thema. Centrale energie. Energie die aanwezig is. Volle maan van december, laatste volle maan. Van dit jaar. Het keelchakra. Vind ik best apart. Want we hadden ook al het, ja, toch het hartchakra met al die, die liefde. Nu krijg ik onderaan de dek krijg ik de lovers, de geliefden, als verduidelijking. Dit is communicatie, letterlijk. Maar het kan ook te maken hebben met ons uiten, hoe we ons laten zien, hoe we onze emoties vormgeven. Dat kan ook te maken hebben met creativiteit. Je kan via je keelchakra dingen naar buiten brengen. Op een artistieke manier, misschien door schrijven, poëzie, al die zaken. Ik ga een verduidelijkingskaart trekken hierbij. Waarom is het keelchakra zo belangrijk? Is dat omdat we onszelf heel duidelijk mogen laten zien, duidelijk communiceren, duidelijk aangeven wat er voor ons belangrijk is? Dat is een beetje wat ik erbij voel. Oké, dit is echt de nieuwe start. Muntenenergie, aas van munten. Beetje een lente-energie en dat midden in de winter. Onze eigen weg gaan, hè? Dat is het. We hebben iets afgerond, dus dit is het centrale thema. Een nieuwe start maken, ook in het aardse stukje dingen beginnen, dingen in beweging brengen. En onderaan de dek krijg ik de aas van bekers. Liefde die toeneemt. Dus dit is een beetje de oude pijn die we hebben losgelaten, maar vooral in het aardse stuk wordt het ons vooral duidelijk welke weg we mogen opgaan als ik kijk naar deze vrouw hier op de kaart. En hoe zij dat licht ziet, hoe zij ziet waar zij naartoe mag gaan. Misschien nog niet goed wetende wat daar op haar wacht. Maar door die lente-energie, alles wat opnieuw tot leven komt, voelt zij zich goed. Dat bij het keelchakra, onze eigen weg gaan en daar duidelijk in zijn. Denk ook vooral naar onze omgeving toe. Maar dit is iets wat we ondernemen vanuit de liefde voor onszelf, omdat we het onszelf gunnen. Ik ga eens kijken naar het... Naar het bewuste stukje. Wat we weten, wat we voelen op dit moment. Hier hebben we de twee van bekers. Coming together. Voor velen is dit de kaart van zielsverwanten, tweelingzielen en dergelijke. Voor mij is het vooral samenkomen met de ander of met anderen. In dat hartsgevoel. Waar ik het in het eerste deel ook al over had, maar ook in de video die ging over relaties. We hebben nood aan die emotioneel-energetische verbinding. Dat is deze kaart. De twee van bekers is voor mij ons verbinden energetisch, maar ook op emotioneel vlak, op gevoelsvlak. Die verbinding terugvoelen. Ik vind het zeer apart dat deze kaart gelijk in het bewuste stukje komt. Van de ene kant nemen we terug de leiding over ons leven. En tegelijkertijd laten we anderen ook terug toe. Maar op hartsvlak.
Dus omdat we duidelijk aangeven, ik denk dat dat het keelchakra is, omdat we duidelijk aangeven aan anderen of misschien gewoon door onze houding, dat we ons meer openstellen, maar dat we tegelijkertijd ook stevig staan en dat anderen dat ook voelen. Dat we op een heel duidelijke manier kunnen communiceren, maar vanuit je hart kan je ook communiceren. Vanuit je gevoel kan je ook dingen overbrengen. En dat we samen kunnen komen. Met misschien iemand specifiek voor sommigen. Of algemeen met anderen in een heel vrije, liefdevolle energie. Ik heb die kaart trouwens in de community. Ik ga maar even naar de community. En de twee van bekers, de friendliness in de Osho Zen Tarot. Kort besproken. Zeker als het gaat om zielsverwanten en dergelijke, zielsconnecties. Waarom die energie zo belangrijk is. Om in alle ruimte en alle vrijheid verbonden te zijn met de ander. Daar heb ik het een paar dagen geleden al over gehad. Het onbewuste stukje. Altijd zeer interessant om te weten. Waar zijn we ons nog niet helemaal bewust van? De flow, de verandering. De 10 uit de grote arcana. Het rad van fortuin. Go with the flow. We ronden een cyclus af. Ik val in herhaling, maar dat is wat deze kaart zegt. We laten iets achter ons. Een iets donkerdere periode misschien. Of vooral een zoektocht die we hebben. Een weg die we hebben afgelegd. En nu is het belangrijk dat we in die flow gaan. Dat we meegaan in die verandering. Dat we, zoals ik in het eerste deel ook heb gezegd en wat deze kaart ook aangeeft, met het hand op het hart heel dicht bij onszelf blijven. Omdat we opgetild worden, naar een hogere energie gaan. En dat het belangrijk is dat we heel dicht bij onszelf blijven. En dat er heel veel rondom ons verandert, maar als we heel dicht bij onszelf blijven, dan gaan we daar heel makkelijk doorheen. Aan de andere kant, we mogen ons openstellen, zorgen dat we niet te veel meer vasthouden aan het verleden of helemaal niet meer vasthouden aan het verleden. Dat we alles laten veranderen, dat we die beweging vooral toelaten. Want het is een verandering in onszelf, het loslaten van het oude. En alles wat we daarbij voelen, ik vind dat deze kaart gewoon voor zichzelf spreekt. Dus alles wat we voelen, dat we dat gewoon toelaten. En als we daar rust in vinden, dat die verandering dan heel soepel verloopt. Dat we dat heel makkelijk kunnen toelaten. En dat het ons dan uiteindelijk duidelijk wordt wat er hier in het licht op ons wacht. Eventjes naar de energie rondom ons. We zijn een energie van buitenaf. Die ons nog wat uitdaagt of die ons ondersteunt. Energie rondom ons. Oké, healing begins. De 6 van zwaarden. Dit is definitief een situatie achter ons laten. Daar waar we eerder gevochten hebben, heel veel energie gestopt hebben in iets. Het gevoel hadden we dat we ergens moesten winnen of iets moesten overwinnen. Hebben we hierbij iets losgelaten. Dus zoals deze vrouw door de sluiers heen gaat, helpt de energie ons om te helen, om het verleden definitief achter ons te laten. En ik weet dat er heel veel al over gesproken is, maar deze kaart geeft het ook wel aan. Dat we een andere kijk krijgen vooral, hè. Dat is wat dit veroorzaakt of wat dit helpt. Hier zie je ook het hartchakra, de groene kleur. Healing begins. Heling begint bij het hart. We voelen dat ook. Dat we van het donker naar het licht kunnen. Dit is wel op een heel zachte, voorzichtige manier. We geven onszelf de tijd om het donkere, misschien het oudere stukje, naar het nieuwe te gaan. Dat we voorbij die sluiers gaan, dat we dat nieuwe stuk toelaten, zodanig dat we helemaal geheeld, vrij van alles kunnen verder gaan. En dat alles is voor mij
het resultaat van het feit dat we de dingen anders zijn gaan bekijken. Door die sluiers heen. We zijn ook nieuwsgierig naar wat er daar verder op ons wacht. Dus het is een beetje, het voelt... Deze kaart geeft mij een heel rustig gevoel. Van rustig aan, gewoon verder gaan. Zoals ook in deze kaart. Go with the flow, laat het gebeuren. Uit het donker naar het licht toe stappen. En gewoon gaan ontdekken. Tegelijkertijd voel ik een nieuwsgierigheid. Er is veel meer. We voelen dat er veel meer is. De energie laat ons voelen dat er veel meer is. En dit is de energie rondom ons. Dus er zullen dingetjes zijn die ons aanspreken, die ons nieuwsgierig maken, die ons in beweging willen brengen. Want een zeskaart is altijd een beweging vooruit. Of iets wat ons uit een oude energie haalt, letterlijk ook in de tarot. Of iets wat ons vastgehouden heeft, dat we dat achter ons laten. Dus dat we worden aangesproken tot nieuwe dingen, dat we nieuwsgierig zijn om dat te gaan ontdekken. Oké, het inzicht bij deze volle maan. Ik vind het een zeer fijne reading. Inzichtje, wat helpt ons verder? Letterlijk de energie van de maan. Dat zijn onze donkere kantjes. Onze kantjes die we liever in het donker houden. Dat zijn niet altijd slechte dingen. Dat zijn meestal zelfs positieve dingen. Maar soms zijn dat de zaken die we liever niet aan anderen laten zien. Omdat we er ofwel niet trots op zijn of misschien wat bang zijn hoe anderen erop gaan reageren. Maar zoals ik in de video die ging over relaties heb aangegeven, dat we steeds meer voor onszelf gaan kiezen en het op onze eigen manier gaan doen. En hier in dit stukje, misschien die donkere stukjes, dat stukje van onszelf wat we in het donker hebben gehouden, dat we daarmee geconfronteerd worden en dat we niet anders kunnen om dat in het, dan dat in het licht te plaatsen. En dat ons dat dan net heel veel inzicht brengt. Het gaat om duidelijkheid en helderheid. Hè? Dat we opeens of plots helder zien wie we zijn en hoe we daarmee kunnen omgaan. Dat is blijkbaar een belangrijk stukje. Hoe we met die stukjes kunnen omgaan en hoe we dat een positieve plaats in ons leven kunnen geven. En dat kan ervoor zorgen dat we misschien door onze omgeving een beetje vreemd worden bekeken, dat mensen het niet eens zijn met de keuzes die we maken, of de manier waarop we onszelf laten zien naar buiten toe, hoe we ons opstellen, de houding die we aannemen. Maar dit is, ja, ons ware zelf. Hè? Dit is onze uitdaging ook een beetje, maar het inzicht, dat helpt ons verder om onszelf te aanvaarden, compleet zoals we zijn. En onze fijne en minder fijne kantjes misschien. Maar ik ben ervan overtuigd dat de maan is het ongeziene. Hetgene wat geheim is, wat mysterieus is. Die stukjes in onszelf waarvan we ons wel bewust zijn, maar die we liever niet laten zien omdat we niet weten hoe anderen daar normaal gaan op reageren. Hierover winnen we iets. Waardoor we dit, omdat we onszelf accepteren en dit naar buiten willen brengen. Het zou kunnen zijn dat velen uit onze omgeving daarop reageren. Maar weet dan ook dat jij een stap vooruit hebt gezet, omdat jij in die verandering zit. En of anderen jou nu accepteren of niet, eigenlijk maakt het niet uit. Hè? Het begint bij jezelf. En misschien is dat dan ook een teken dat je bepaalde mensen ook achter je mag laten. Dit is een behoorlijk belangrijke boodschap, vind ik. Dat we nu helemaal in contact komen met onszelf. En dat wat we niet hebben durven laten zien in het verleden, dat we nu op het punt staan om daarmee naar buiten te komen. En dat hoeven geen grootste dingen te zijn. Bij velen gaan dat talenten zijn. Dingen die we in ons dragen, waar we iets mee kunnen doen in deze wereld.
waar we heel veel mee kunnen bereiken. Heel vaak zijn we bang van onze eigen kracht, waardoor het een beetje een obstakel wordt. Waardoor we onze eigen kracht of ons eigen licht eigenlijk zien als iets wat we liever verborgen houden, omdat we bang zijn van de kracht en de intensiteit daarvan. Dus dat is ons inzicht, onze uitdaging, dat wat ons verder helpt. En als eindkaart, ik had ze hier al een tijdje getrokken, hartchakra. Daar wil deze volle maan ons naartoe. Ja, ik ben een beetje spraakloos, want daar heb ik het over. De liefde. Geraakt worden in ons hart. Ik krijg ook onderaan de dek de vier van bekers. Dat is alle teleurstellingen achter je laten. Waar ik het ook al over had. Dat je gaat voelen dat bepaalde situaties of bepaalde mensen jou geen voldoening meer geven. En dat je eventjes je terugtrekt, zoals ik het ook in het eerste deel zei. Dat je even alleen wil zijn. Maar als je omhoog kijkt, dan zie je die sterretjes. En dan weet je dat er mogelijkheden zijn. Dat het universum jou nieuwe dingen wil laten zien. Dat er iets nieuws op jou wacht. Ik ga toch een extra kaartje trekken. Bij dat hartchakra. Waarom is dat toch zo belangrijk? Ik ben zelf heel benieuwd. Oké, 7 van zwaarden. De waarheid. Klaar zijn met dingen te verstoppen en dingen in het geniep te doen. Ik denk dat veel mensen al bezig zijn met die energie. Ja? Dat wat ze liever nog wat verborgen hielden, maar daar al mee bezig waren. Beetje in het geheim, daar waar het niet gezien kon worden. En dat we nu klaar zijn om ook hier voorbij die sluiers te gaan. Die illusie te doorbreken. Helemaal in dat licht gaan staan. En ik voel dat ook dat dat belangrijk is. Dat we de waarheid spreken of dat we anderen aanzetten om in die waarheid of vanuit die waarheid te gaan leven. Dat dat zo belangrijk is. Dit voelt voor mij alsof heel veel mensen klaar zijn om helemaal open te bloeien, om helemaal ook van het leven te gaan genieten. En dat dat gevoel heel erg spreekt. En alles wat niet echt is, alles wat de gekende maskertjes, alles wat verborgen wordt gehouden, daar kunnen we niet meer in leven. In mensen die zulke houding aannemen. Of alles wat in onze maatschappij gebeurt. Alles wat wordt weggestopt. Wij zien de waarheid. We voelen ook wat waarheid is. Wat werkelijkheid is. Omdat we net, en dat is blijkbaar belangrijk. Bij deze volle maan. Dat we helemaal tot onszelf komen. Dat onze innerlijke stem steeds duidelijker gaat spreken en dat we hierin iets doorbreken. En dit is de 7 die volgt op de 6. Dus we gaan verder. We hebben voor onszelf al iets doorbroken. We zijn uit een bepaalde situatie gestapt. We hebben die heling toegelaten. En dan gaan we naar die 7. En deze energie helpt ons om bijvoorbeeld angsten te doorbreken, definitief uit bepaalde situaties te stappen, bepaalde gewoonten, oude gewoonten achter ons te laten, om op een meer liefdevolle manier ten eerste met onszelf in contact te staan, op een heel liefdevolle manier te gaan leven voor onszelf en daardoor ook helemaal anders in het leven te gaan staan. Ik vind het zeer moeilijk om onder woorden te brengen wat ik bij deze kaarten voel. Want dit zijn wij die van het oude naar het nieuwe gaan. Van het duistere of datgene wat niet mag gezien worden. Helemaal in die waarheid gaan staan. En net die energie gaat ons helpen om die kracht te voelen, om te voelen wie we werkelijk zijn. En
Dat gaat ons alleen maar helpen om helemaal open te komen, open te bloeien. Iets te kunnen doen met alles wat we in ons hebben. Dit geeft mij een heel vrij gevoel. Dit is ook iets wat doorbroken wordt in het denken. Dus iets waar, dat zijn oude overtuigingen. Of we gaan de dingen op een andere manier zien. Waardoor we ook anders gaan denken over bepaalde zaken. En dan ook nog eens ons gevoel. Waardoor we de waarheid voelen. Waardoor we voelen wat werkelijk is. Wat klopt, wat niet klopt. Verschil daartussen. Dat maakt dat we heel helder kunnen gaan zien wat er nodig is. En deze kaarten geven voor mij aan dat we vanuit deze energie ook anderen kunnen helpen om oude pijnen los te laten. Dit is een heel krachtige energie. Zeker omdat we als lichtwerkers, want dat zijn we allemaal, lichtwerkers in wording. Als we onszelf compleet aanvaarden, vanuit die energie, volledig in het leven gaan staan, zelf volledig geheeld zijn, ons gaan focussen op de liefde, wat we kunnen doen vanuit ons hart. Misschien daarom ook belangrijk dat we gaan spreken of onszelf gaan mogen laten zien naar buiten toe. Dat we ook anderen kunnen helpen om verder te gaan en om in dat licht te gaan staan, zodanig dat ook anderen kunnen worden geheeld, het oude kunnen loslaten en een veel vrijer en open, ruim gevoel kunnen ervaren in dit leven. Oh, dit is nogal wat. Als je dit nog wil aanvullen, ga gerust je gang. Plaats iets in de opmerkingen onderaan deze video. Ik ga het ook nog even laten bezinken, want het is heel veel. En dit in 8 kaarten. Dus je kan me zeker nog volgen via de community. Ook via mijn Facebookpagina Kracht van Licht. En via Instagram, Leni Kracht van Licht. En jullie horen of zien mij komende week zeker nog met nog wat extra boodschappen en updates. Dus dankjewel voor het kijken. Tot heel erg binnenkort. Dag.